Stichting Medische Zending, Primary Healthcare, Suriname. Het geografische werkgebied van de Stichting Medische Zending Primary Healthcare Suriname, kortweg de Medische Zending, beslaat ruim 90% van het oppervlak van Suriname, het binnenland, waarin ongeveer 60.000 personen wonen met de grootste concentraties in dorpen langs de rivieren. De 57 polyklinieken in het binnenland worden aangestuurd en ondersteund vanuit het Jan van Maaseik Coördinatiecentrum, de Paramaribo. De Medische Zending is door de overheid als enige organisatie aangewezen gezondheidszorg in het binnenland te verstrekken en biedt gezondheidszorg volgens het primary healthcare model. In de praktijk komt dit neer op eerste lijns gezondheidszorg, waarbij het eerste contact met het gezondheidszorgsysteem de gezondheidsassistent is. Deze door de overheid erkende professionals met een gedegen opleiding zijn afkomstig uit het binnenland, waardoor ze thuis zijn in de omstandigheden van hun werkgebied en de cultuur, taal en gewoonten van de doelgroep. Deze gezondheidswerkers worden onder andere gesuperviseerd door resortartsen. Dit efficiënte systeem blijkt ideaal te zijn voor het uitgestrekte binnenland en de vaak dunbevolkte gebieden waar artsen op elke polykliniek niet tot hun recht komen. Binnen dit systeem heeft de Medische Zending dringend behoefte aan resortartsen. De resortarts heeft tot taak het zorgdragen voor de eerste lijns gezondheidszorg, inclusief preventie, in het toegewezen resort in het binnenland van Suriname op basis van de primary healthcare uitgangspunten. Als je kijkt naar de groeicurve. In de praktijk zal dat onder andere neerkomen op overleg met en training van gezondheidsassistenten. Overleg met patiënten over medische behandeling. Overleg met medische specialisten over de behandeling of spoedtransport van patiënten. En overleg met traditionele gezagsdragers in het binnenland over de gezondheidssituatie. Mijn naam is Veronica van der Pol en ik ben precies vandaag, 1 jaar geleden, in Suriname aangekomen om te komen werken voor de Medische Zending als resortarts in Braunschweig, of eigenlijk regio Brokopondo. En dat is zo gekomen omdat ik het jaar daarvoor was ik hier op vakantie en raakte helemaal geïnteresseerd in Suriname, van het prachtig land, hele bijzondere mensen, verschillende culturen bij elkaar en mooie natuur. En in het binnenland raakte ik in contact met de Medische Zending. En kwam ik er ook achter dat er eigenlijk vacatures waren voor resortartsen. Ik heb een tropen achtergrond. Ik heb uitzendingen gehad ook in Afrika. Maar dit sprak me heel erg aan. En zo is het gekomen dat ik 1 jaar later hier ben begonnen. Eigenlijk de eerste tijd moest ik stages doen, omdat als je gaat werken in Suriname als arts, moet je eerst beëdigd worden. Ook al heb je dat in Nederland jaren daarvoor gehad. Dus je komt op verschillende plekken in Suriname, verschillende gezondheidszorginstellingen, loop je een soort korte, soort co-schappen, die ook wel heel nuttig zijn, omdat je daarna in je werk daar ook mee te maken hebt. En het goed is dat je die daar wat van weet en ook wat contacten hebt. Het werk zelf, het is eigenlijk wel een bijzondere structuur die hier is. Er werken gezondheidszorgassistenten op de polies. Ik werk in Braunschweig op de hoofdpolie, maar er zijn een aantal kleinere polies, afhankelijk van hoe groot de dorpen zijn, waar ik ook supervisie over heb. En die gezondheidszorgassistenten, die zijn heel breed praktisch opgeleid. Ze kunnen echt heel veel dingen. Hun theorie is misschien wat basaler en ze werken heel erg volgens een protocol. En komen ze er niet uit, dan is er een goed systeem van backup. Dus bijvoorbeeld via de resortarts, ook telefonisch en radio, dat ze altijd contact kunnen maken en zo de complexere gevallen of meteen bespreken of laten wachten als ik langskom op een polytocht. Nou, het bevalt hier heel goed. Het is, wat ik al zei, het is heel breed werken. Het is het patiëntencontact samen met die gezondheidszorgassistent. Of eigenlijk op verzoek van de gezondheidsassistent.
Die doet ook mee aan voorlichting, thuisbezoek en onderwijs geven. Wat me wel verrast heeft en wat soms lastig is, vind ik, in Suriname, is dat het land heeft kenmerken en veel herkenningspunten die overeenkomen met Nederland. En waar je denkt, oké, ik snap het. En dan op momenten kom je erachter dat het eigenlijk toch heel anders is en dat je het helemaal niet snapt. En dat heeft me verrast, omdat ik eigenlijk, ja, ik heb ook gewerkt in Afrika, wist ik dat dat zo zou zijn. En hier is het toch anders. Dat is best wel eens lastig, dat je merkt dat communicatie, taal, hoe mensen tegen hiërarchie aankijken, is toch heel anders dan ik had verwacht. Ik ben hier samen met mijn man. En dat is ook een punt belangrijk. Als je met z'n tweeën gaat en je wil allebei wat te doen hebben. Hier in het binnenland is het toch een beetje zoeken van wat je als werk zou kunnen doen. Werk is lastig. Omdat ook door het werkschema dat ik 3 weken in het binnenland zit en 1 week in Paramaribo. Is moeilijk om een betaalde baan. Wij hebben het opgelost dat mijn man Rob op school als vrijwilliger meehelpt. Ja, nou, ik wil wat vertellen over de ervaring als partner van een tropenarts in Suriname voor de medische zending. Mijn vrouw, Veronica, was al een tijdje tropenarts voordat wij elkaar leren kennen. En onze droom was altijd om samen nog een keer iets te gaan doen in het buitenland. En dat is dan eigenlijk toevallig zijn we in Suriname terechtgekomen, omdat we hier op vakantie waren en toen in contact kwamen met de medische zending. En eigenlijk is toen het balletje vrij snel gaan rollen. Een half jaar later zijn we teruggekomen naar Suriname om hier voor een langere tijd te gaan werken. En dat bevalt erg goed. We waren er van het begin af aan al van overtuigd dat het natuurlijk ook heel belangrijk was dat je als partner van de arts iets nuttigs kunt doen in Suriname. En we hebben hier gezocht naar een vrijwilligersplek voor mij. En dat is uiteindelijk een lagere school geworden, waar ik in de 6e klas meehelpen bij het rekenen en bij het natuuronderwijs. En dat is voor mij een nieuwe ervaring, maar is wel heel bijzonder en ook heel erg leuk om te doen. Wat we nou merken is, we wonen nu bijna al een jaar in het dorp waar we werken. En we maken ook steeds meer een deel uit van de gemeenschap. En dat merk je heel erg als je bijvoorbeeld over straat loopt. En iedereen kent wel de dokter. En als onderwijzer dan ken je ook een heleboel kinderen met name. Dus iedereen roept dan, meneer Rob, dokter Veronica. Dus het is wel heel prettig om op die manier ook een band met de gemeenschap te krijgen. Dus we voelen ons eigenlijk steeds meer thuis in Brownsweg. Mocht je nou na deze beelden die je gezien hebt of dingen die ik heb verteld denken van, nou, Suriname of de medische zending lijkt me wel wat. Ik zou zeggen, zeker doen. Het is echt hartstikke leuk. Je kunt echt verschillende dingen doen en betekenen. En voor vragen zou je ook altijd bij mij terecht kunnen.